Look who's here! Hi! Hallo! Alsjeblieft. There we go. Een stofzuiger. Het is super dead to the rescue. Ik ga mezelf even toonbaar maken. En dan... dat ga ik gewoon doen. Oké, doei. Luister, weet je wat er gebeurde toen ze hem kwamen brengen? Nee. Eén zo'n guy die zegt... Ja, je bent toch Sophie Mielsink van YouTube. Terwijl hij met me op de foto zei, ik heb je filmpjes nog nooit gezien, maar ik weet wel wie je bent. Ik zeg, oké, thanks. Hoezo moet ik dit opvegen? Mijn vader en ik zijn nu onderweg naar Amsterdam Zuidoost. Want wat gaan we doen, pa? Film kijken. We waren ook naar de vorige... We gaan naar Fast and the Furious. En we waren ook naar de vorige geweest, deel 8. Deel maar ze 2. Maken elk jaar een nieuw deel 7. Dit is deel 8. Ze maken elk jaar weer een nieuwe. Het slaat helemaal nergens op. Maar wel heel leuk. Het is de première, dus vaak doen ze allemaal wel gekke dingen eromheen. Dus dat wel gaat. Ik kreeg net een bericht. Ik snap niet wat iedereen knap aan jou vindt. Je hebt wel mooie ogen, maar de rest is shit. Ik heb hier gezellige dansmoves gooien. Moet ik dansmoves gooien? Ja? Is je niet opgevallen, hè? Maar ik rij auto op dit moment. Oh, sorry, jongen. Moet ik je fotograferen terwijl je daarnaast zit? Nee. Weet je nou die app? Hoeveel geld is heel erg veel geld? Hoe duur is zo'n auto? 60.000 euro. Oké, ik spaar nog even verder als je het goed vindt. And you get a car! You get a car! Welke vind je het mooist? Dit is een Volkswagen Lamborghini Aventador. Ja? Van dikke miljoen. Ja. Hey, Kelly! Hallo! Hey, hey! Wow, ik was helemaal aan het vloggen. Dit is mijn vader trouwens. Groepsuitje! Ik heb mijn chili chicken binnen, dus het is goed. Ben je weer tevreden? Kopen mensen überhaupt nog dvd's? Bijna. Niemand, waarom staan we hier veel van dan? Ik ben niet erin gegaan, of is het? Waar vlog jij? Ik ben er, ja, sinds nu. Zal ik teruglopen voor meer eten? Dus, mag ik toch meer lopen? Ja. Bedankt. Weet je het, waar is het? Ronde 2. Wie is je dochter? Jij bent mijn dochter. Hallo, waarom komen wij niet op dit scherm? Wauw, wie zijn die mensen? Ik ga hem er weer afhalen, want ik doe niet aan gratis promo. Doei. Ik heb dus gehoord dat de eigenaren van al die prachtige auto's die hiervoor staan, hier in de zaal zitten. Mag ik wat handjes zien? Doe je hand omhoog. Doe je hand omhoog. Doe je hand omhoog. Doe je hand omhoog. Yes. Oké, jongens, tegenwoordig vlogt Sophie dus ook. Nou, we zijn allemaal overgezet op de trend vloggen. Dus shout-out naar jou. Ja. Shout-out naar Jackie. Ik ben nog steeds verliefd op Sophie. Ja, dat weet ik. Nou, dan is het helemaal mooi. Kijk, jullie passen ook gewoon bij elkaar. Ja, mijn vader staat daar. Ik ga nu zo weer. Is goed. Nou ja, doei doei. Oké, en nu voor de vlog. Vader, wat vond je van de movie? Het ging nergens over, maar wel onderhouden. Altijd als ik zo'n soort film heb gezien, dan wil ik ook zo'n auto gewoon heel hard rijden. Ik ben net thuis van de film en ik ga nu als een haas eventjes een camera bestellen voor 23,59 €. Want als ik dat doe, dan kan ik er zo snel mogelijk weer mee filmen. Goed verhaal, lekker kort. En Vera Camilla had mij verteld welke lens zijn gebruikt. En om heel eerlijk te zijn, als je ziet waarmee ik nu film, boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Dus als ik dan geloof van... Dus als ik dan haal wat Vera haalt, dan is dat natuurlijk ook gewoon prima. Oh mijn god, moet ik hier nou weer een verzekering bij nemen? Ja, natuurlijk moet ik hier een verzekering bij nemen. Zoveel keuzes ook in één keer, jongen. Ik kan hier toch helemaal niks mee. Op afspraak bezorgd. Misschien had ik mezelf ook een beetje hierin moeten verdiepen voordat ik dit allemaal wilde gaan kopen. Oh, ik weet het toch allemaal niet. Oh my god. Wow, ik ga me hier niet eens druk over maken. Fuck die fucking lens, jongen.
Leave me alone. Oh. Jullie gaan kwaliteit video's zien, hoor. Autofocus, je wil niet weten. Nu ga ik dit eventjes zakelijk inboeken. Want ja, weet je, we zijn toch bezig voor het bedrijf. Er was ook zo'n toko in de bioscoop waar je dus voor een greenscreen met je kop kon gaan staan. Ik ga jullie laten zien. Ze hebben mij dus in die trailer gemonteerd. Yeah, they're here. How many cars? I was not ready. That's kind of the problem. Time to unleash the beast. Punch it! Dit is waarom ik YouTube-filmpjes ben gaan maken en niet acteur ben geworden. Oké, goed. Ik ben er weer helemaal bij. Ik was dus net naar de première van Fast and the Furious geweest. Fucking leuk. Ze fixen bij dit soort premières altijd gewoon gekkigheid, toch? Dus er stond een shitload aan dure auto's. Maar echt een shitload. Als een van de stonden auto's. Die waren zo verschrikkelijk duur, jongen. Echt. Mijn vader zei, er zijn hier auto's die zijn überhaupt twee keer zo duur als mijn eigen fucking huis. Het gaat helemaal nergens meer over. Hetzelfde als in die film, jongen. Het is echt fantastisch. Auto's die vliegen overal naartoe. Ze gaan kapot. Ze staan in de brand. En de mensen die die auto's besturen, overkomt for some reason helemaal geen fucking moer. Vin Diesel, jongen. Als ik Vin Diesel was geweest, was ik aan het begin van die film al dood. Ik kan me niet eens fucking normaal door Amsterdam manoeuvreren als ik niet op een voertuig zit. Kan je nagaan dat als ik in een auto zou moeten rijden? Ik heb één keer een rijles gehad, toen heb ik zelf het gas ingedrukt en ik dacht serieus dat dit het einde was. Hoe bestuur je een auto terwijl je fucking aangevallen wordt door 40 Russen met vlammenwerpers en nucleaire wapens en weet ik veel wat? Het is op geen enkele manier realistisch. Maar ja, je kijkt natuurlijk zo'n film ook niet omdat je wilt dat het realistisch is. Het is gewoon een beetje de natte droom van elke kerel, denk ik gewoon al die. Ik geef ze groot gelijk. Als ik zelf het geld had dat ik zo'n dure auto gekocht, was ik er alleen maar rondjes in gaan rijden. Gewoon puur om te compenseren voor het feit dat ik een kleine piemel heb. Ja, elke keer als ik zo'n film heb gezien, dan wil ik ook racer worden. Dan denk ik helemaal bij mezelf, oh my god. Als ik zo'n auto ga rijden, ben ik echt de shit. Het is echt een beetje een dingetje. Ik heb dat ook als ik dan een film heb gezien over spionnen. Dan wil ik ook bij de geheime dienst, weet je wel. Dan denk ik, oh, ik zie het weer helemaal voor me. Maar het is gewoon dat in films wordt het gewoon zo tof gebracht dat je echt denkt bij jezelf, shit man. Maar het was in ieder geval fucking vet. En het was ook weer een leuke uitstapje met mijn vader, want hij is hier best wel veel geweest de laatste tijd. Maar dan, ja, om me te helpen met mijn huisje, weet je wel. En niet per se om echt iets leuks te doen. Dus het is wel weer echt leuk om hem dan weer even te zien en dan weer naar de film te gaan. Naar de film gaan is echt ons ding. Naar de mediamarkt gaan is ook ons ding. We gaan daar meestal gewoon heen, gewoon voor de fuck of it. Gewoon om te kijken naar gadgets, echt. Maar ja. Zodoende. In ieder geval, het was echt een hele toffe avond. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze vlog. Überhaupt van mijn vlogs. Oh, zuur. In ieder geval, ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!